kom jij erbij om te gaan motocrossen? Nou, een tijd geleden was mijn neef, die had altijd een motortje. En dat leek me wel leuk om een keer op te rijden. En toen vond ik het helemaal geweldig om op te rijden. Sommige jongens gaan voetballen of die gaan volleyballen. Maar dit is wel heel wat anders. Ja, dit is zeker iets anders. Het is een sport die bijna niet zo heel veel mensen doen. En ik heb vroeger ook wel voetbal gezeten, maar was dus niet mijn sport. Je bent bij Luktor geweest? Ja, ik vond het wel leuk, maar motocross vond ik toch wat leuker. Hoe overwin je nou die angst als je voor de eerste keer op een motor stapt? Je moet gewoon doen. En ik zou eerst gewoon even rustig op een maïsveld, deden wij ook. En daarna ga je mee op een crossbaan rijden. En dat ging steeds beter. Komende weekend de laatste wedstrijd. En je hoeft me eigenlijk alleen maar uit te rijden. Ja, ik hoef me alleen uit te rijden en dan ben ik kampioen. Dus dat is heel mooi. Voor je club is niet het enige wat je doet. Je gaat nog op veel meer wedstrijden deelnemen. Vertel er eens iets over. We rijden zelf ONK, Open Nederlands Kampioenschap, de UMX. En daar bij de ONK zit ook de Dutch Masters voor de Zwarte Cross, waar we ons dit jaar ook hebben voor gekwalificeerd. De ONK is over heel Nederland en er zijn heel veel wedstrijden van. En er komen ook veel buitenlanders rijden. Dus ja, dat is altijd ook wel spannend als je voor het Stadtec staat en dan met zo'n grote groep moet starten. Maar de stad gaat ook steeds beter, dus het komt wel goed. Wat die Masters betreft, daar moet je je echt voor kwalificeren, want daar kom je niet meer zo terecht. Ja, bij de Dutch Masters moet je daarvoor kwalificeren. Je moet er bij de eerste 40 zijn en als je daarbij zit, dan mag je de wedstrijd meerijden en dan moet je zoveel mogelijk punten halen om de Zwarte Cross te halen. Je bent net 15 jaar geworden. Je hebt je al voor de derde achtereenvolgende keer gekwalificeerd. Ja, ik moet volgend jaar ook naar de 125, dus dan moeten we het weer proberen te kwalificeren. Dus je bent echt een beetje een doorzettertje, een bijtertje? Ja, dat moet wel als je op deze spot zit. Wat wil jij in je leven nog met de crosssport bereiken? Ik probeer zo mogelijk best te doen om steeds hoger te komen en het mooiste lijkt mij wel de EK's. Toen Milan werd geboren, toen gooide jij een bal in de wieg. In de hoop dat hij net zo'n grote voetballer zou worden als dat jij ooit geweest bent. Ja, dat klopt helemaal. Toen hij geboren is, heb ik inderdaad een bal bij hem in de wieg gegooid. Ik heb zelf al vrij hoog niveau altijd gevoerd bij Das en Deto, in Frieseveen. En ja, goed, dan is het toch een droom dat jouw zoon eigenlijk dat ook gaat doen. Het werd iets heel anders. Hoe blij ben je daarmee? Nu achteraf heel blij. Ik zou echt niet meer terug willen. Maar in het begin had ik daar toch wel een beetje moeite mee. Is het vol te houden voor een vader om de zoon zo te begeleiden? Want je krijgt er heel veel voor terug. Nou, de energie die hij er zelf in steekt. Kijk, de sport is natuurlijk heel duur. En ja, mag ik van hem wel iets verwachten dat ik daar wat voor terugkrijg. En dat hoef ik hem niet te vertellen, want dat doet hij uit zichzelf al. Want hij heeft wel de mentaliteit van zijn vader. Dus in dat opzicht zit dat wel snor. Komende zaterdag, klein feestje. Dat zal mooi zijn. Ik ga er wel vanuit. Je weet eigenlijk al dat hij niet meer mis kan gaan. Nee, dat klopt. Maar ik wil wel graag dat hij gewoon zijn wedstrijd rijdt zoals hij hem altijd rijdt. Dus niet alleen maar meer rijden? Nee, we gaan altijd voor het podium.